We bekijken twee manieren om af te tekenen. Op voorwaarde dat de betonplaat vrij vlak ligt, kun je met een meetstok werken. Zaag deze eenvoudige pannenlat gelijk af met de meterpas. Zet de stok op de plaats waar u een schakelaar of stopcontact wil en zet een waterpas. Teken daar het plaatje van 11 op 11 cm af met een wasco. Teken op de muur welke schakelaar hier komt. Dit maakt het afrollen van de leidingen straks een stuk eenvoudiger. Teken de sleuf voor de preflex af langs de pannenlat. Zo heb je alle stopcontacten en schakelaars op gelijke hoogte. Een tweede mogelijkheid is het klassiek opmeten. Deze methode is zeker aan te raden wanneer de betonplaat niet pas ligt. Meet de dichtste meterpas op in iedere kamer. Zet deze uit op de plaats waar we een inbouwdoos willen. Teken daar een vierkant van maximum 10 op 10 cm op de juiste hoogte van de meterpas. Hiervoor verwijzen we naar ons instructieboekje en lessen waar onze klanten gratis gebruik van kunnen maken. Let erop dat alles altijd netjes pas staat. Voor veiligheid zijn geen compromissen. Zet altijd een stofmasker, veiligheidsbril en oorbeschermers op. Nog een laatste keer diep inademen en... Doe geen overbodige investeringen. Je gebruikt best een gewone, eenvoudige slijpschijf. Geef liever wat meer uit aan een groot en degelijk blad. Slijp uw vierkant midden door, zo breekt hij straks gemakkelijker open. Trek de sleuven zo recht mogelijk door naar beneden. Slijp een derde keer door het midden van de sleuf. Gebruik nooit een elektrische boorhamer voor het uitkappen van sleuven. Zo breek je alles stuk. De meeste stukken kun je gewoon openbreken. De potjes moet je hier en daar wat uitkappen. Vooral waar cement en voegen zitten, komt er een hamer aan te pas. Controleer nog even of het gat zeker diep genoeg is, zodat het pleisterwerk straks rond de volledige inbouwdoos kan. Je mag gerust door de vochtwering, zolang je deze niet dicht smeert. We plaatsen onze inbouwdozen zoveel mogelijk horizontaal. Zeker voor stopcontacten is dit echt aangewezen. Duw de potjes stevig op elkaar. Wil je een schakelaar dan toch verticaal plaatsen, dan breek je de zijkanten open en klik je ze in elkaar. EasyKit raadt aan om in buitenmuren zoveel mogelijk luchtdicht te werken. Start met het bevochtigen van de muur, zodat het pleisterwerk beter hecht. Maak schoon en controleer nogmaals of de doosjes passen. Maak niet te veel pleister in één keer. Gooi het pleister in het gat, zodat alles aansluit op de muur. Wij gebruiken veel pleister om luchtdichtheid te garanderen. Duw de inbouwdoosjes in de opening en controleer nogmaals de hoogte. Pleister de randen dicht. Maak de doorvoeren vrij voor de preflex. Nog eens nazien of alles pas staat en de doosjes gelijk staan met de ruwe muur en op naar de volgende klus. Het product Knauf MP75 is een in de fabriek voorgemengde gipspleister. Het aanbrengen ervan gebeurt normaal gezien met behulp van een spuitmachine. Knauf MP75 is echter ook zeer geschikt voor het vastzetten van inbouwdozen. Vooral omdat het snel drogend is en dit op een gelijkmatige manier doet. Je kan dit product verkrijgen per 25 kg of per container.
Het enige wat je moet doen om dit product te gebruiken is de juiste hoeveelheid water toebrengen en goed mengen. Bij het maken van de pasta moet je wel even opletten. Zo doe je eerst water in een emmer en daarna doe je het product er pas bij. Dit is belangrijk om klonters te voorkomen. Maak ook niet te veel in één keer, want als de pasta begint uit te harden, kan je het niet meer gebruiken. Indien de pasta klaar is, kunnen we beginnen. Bij het plaatsen van twee inbouwdozen klikken we deze eerst in elkaar en zorgen dat de doorgangen tussen de beide inbouwdozen vrijgemaakt zijn. Want indien men dit pas doet als de inbouwdozen geplaatst zijn, is dit veel moeilijker. De holte stof vrijmaken en bevochtigen wordt in principe aangeraden voor een betere hechting, maar met dit product is dit echter niet nodig. We smeren de achterkant van de inbouwdozen goed in en we plaatsen deze in de daarvoor voorziene holte. We schuiven de inbouwdoos even naar links en naar rechts, zodat de knauf MP75 zich goed verdeelt en zorgen ervoor dat de inbouwdozen recht staan. Als dit gebeurd is, vullen we de zijkanten, onderkanten en de bovenkant op met gipspleister en zijn we klaar. Zorg er wel voor dat de buisingangen vrij blijven, zodat we achteraf bij het trekken van de flexibele leidingen hiervan geen hinder ondervinden. Schakel de stroomtoevoer uit. Neem je plan erbij en meet uit waar de stopcontacten moeten komen. Stopcontacten komen het best allemaal even hoog. In een keuken komt het werkblad doorgaans op 90 centimeter en de stopcontacten zo'n 30 centimeter boven het werkblad. Slijp de sleuven uit met een haakse slijper of een muurfrees en breek de plaats voor inbouwdozen uit met een boorhamer. Breng een hechtingsprimer aan. Deze houdt het stof vast en zorgt ervoor dat het bezetsel nadien goed hecht. Als je stopcontacten verticaal plaatst, moet je de inbouwpotjes in elkaar klikken. Breek de verticale tussenschotten weg en zorg ervoor dat de geribbelde binnenkanten zijdelings zitten. Maak snel gips aan zoals aangegeven op de verpakking. Plaats de inbouwdozen in het gat en zet ze vast met snelgips. De voorkant moet gelijk komen met het pleisterwerk. Trek de elektriciteitsdraden in de inbouwdozen. Knip de geribde buis door met een tang. Gebruik spijkers en snel cement om de elektriciteitsleidingen vast te zetten in de sleuven. Ontmantel de elektriciteitsdraden met een striptang. Op één toevoer mag je maximaal 8 keer doorverbinden. Hou rekening met het verbruik van toestellen en voorzie aparte circuits om kortsluitingen te vermijden. Als er twee stopcontacten boven elkaar komen, moet je doorlinken. De groen-gele draad is de aarding. Deze komt in het midden. Waar je de bruine of de blauwe draad steekt, maakt niet uit, maar je moet wel consequent doorlinken. Als je bijvoorbeeld begint met links blauw en rechts bruin, moet je dit bij alle doorverbonden stopcontacten doen. Gebruik een schroevendraaier om alles vast te maken.
Bij het vastschroeven draai je de spanbeentjes open en zetten ze zich vast in de inbouwdoos. Zorg er steeds voor dat de aardingspin bovenaan zit. Anders loopt de draad van aangesloten toestellen naar boven, wat niet handig is. Zorg ervoor dat de stopcontacten waterpas staan. Bevestig het afdekplaatje.